Dus Twitter, vandaar, het is al wat korter. We gaan gelijk even door naar het volgende onderwerp. Dat is namelijk bloggen, content marketing. Is daar iemand mee bezig? Heeft er iemand een blog op zijn website? 2, 3, een aantal? Oké, dat begint al meer. Bloggen is eigenlijk het schrijven van artikeltjes op je website waar jouw doelgroep op zit te wachten. Dus leuk nieuws schrijven of informatie delen of dingen die er gebeuren. Vloggen is dat je met een camera loopt de hele dag. Dus bloggen is schrijven en vloggen is Enzo Knol. Dat is een beetje het, die kennen jullie denk ik allemaal wel. En even kijken als voorbeeld. De definitie van wat is een blog? Een blog zijn eigenlijk dus artikelen van 200 tot 300 woorden die je met enige regelmaat op je website zet. En doordat je regelmatig nieuwe content, nieuwe artikelen op je website zet, gaat Google zeggen van, hé, dat is een goede site, of dat is een goede accountant, of een goed autobedrijf. Die houden zijn website actueel. Die gaan we net wat hoger in de zoekresultaten zetten. Plus dat blogs geven je ook, volgens mij is dat de volgende, een heel goed, je kunt ze heel gemakkelijk delen, of je, als je dat deelt op social media, dan stuur je natuurlijk bezoekers weer naar je eigen website. En dan komen ze op je eigen site, waar ze dan uiteindelijk weer gaan iets gaan kopen. Dus bloggen heeft 2 grote voordelen, dat je dus beter wordt gevonden en het geeft je berichten voor op je social media kanalen. En dit is namelijk waar het vaak fout gaat bij bedrijven die social media in proberen te zetten. Dus je probeert vanuit social media altijd mensen naar je website toe te lokken, zodat ze daar dan uiteindelijk euro's gaan opleveren. Dus dat ze een klant worden, een lead of een bestelling gaan doen. Maar wat veel mensen doen is dat, ja, je kan niet de hele dag blijven roepen van koop nu een training, koop nu een dit, koop nu. Daar zitten mensen niet op te wachten. Dus ze gaan nieuws van andere websites delen. Bijvoorbeeld van nu.nl of Frankwatching of noem een site uit jullie branche op. En dat vinden die sites helemaal geweldig. Want jij stuurt jouw volgers en jouw likes naar die sites. Dus die denken fantastisch. Maar zo iemand die daar dan op klikt, die zal nooit terug gaan denken van, hoe ben ik hier eigenlijk gekomen? Oh, dat was via Gravure85. Oh, dat is een leuk bedrijf, daar ga ik eens even mijn naambordje kopen. Dat gebeurt heel niet meer. Maar ga je nou bloggen, of je gaat artikelen schrijven, nieuws op je eigen website zetten, en je gaat dat nieuws vervolgens delen op je social media, dan krijg je dus mensen naar je eigen website. En dan kun je onderaan de website zeggen van, hey, wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Dus dan hoef je eigenlijk die hele andere kant hoef je niet meer te gebruiken. Je kan gewoon alleen maar je eigen nieuws gaan delen. Dus in bloggen geloof ik wel echt dat, ik doe het nu zo'n beetje 1 keer per dag of 1 keer om de dag. En ja, ik zit al een paar 100 bezoekers per dag op mijn site. En dat probeer ik iedere dag net iets meer te maken. Dus dat, het kost wel veel tijd. Maar het is wel leuk om te zien dat je iedere dag meer bezoekers krijgt. Dus hier zie je bijvoorbeeld weer het autobedrijf. En dan denk je, waarover moet ik nu gaan bloggen? En het zijn soms hele simpele dingen van het verslag van de bedrijvendag. Hoe dat is verlopen. Of dat ze de verkoper begint met een nieuw merk. En ik heb nog een voorbeeld erin zitten. Hostingstar. Volgens mij was je er ook. Ik heb je ergens achterin gezien. Ook een leuke ook. Hackers lopen $1 miljard mis door spellingsfouten. Dus toevallig in het kader van vanavond. Je ziet vaak dat van die spammailtjes die je dan binnenkrijgt, en die zijn zo slecht Nederlands geschreven. Je denkt, als ze daar nou even hun best voor hadden gedaan, dan hadden ze zoveel meer binnengehaald. Dat is vaak droevig hoe ze het schrijven. Maar dit is bijvoorbeeld van een nieuws. Dit is een voorbeeld van een blog eigenlijk. Dus je hebt je eigen website, hostingstar.nl, en vervolgens /nieuws. En dan zie je daarop dit soort artikeltjes staan. Zon en Zo, is die ook aanwezig toevallig? Schreven ook hele leuke artikelen, dus dat. Dat zijn wat voorbeelden. Dus hier zijn wat onderwerpen waarover je kunt schrijven. En wat de meest makkelijke onderwerpen om op je website te gaan zetten, dat zijn de problemen van je klanten. Een voorbeeldje in mijn geval. Mensen vroegen zich af, hoe verwijder ik een LinkedIn-connectie? Ik denk, die vragen jullie soms ook wel eens van, hoe krijg ik die concurrent weg uit mijn netwerk? Dus ik had dat 1 keer uitgelegd. En vervolgens dacht ik, nou, er zullen vast wel meer mensen in de wereld zijn die er last van hebben. Dus ik heb het op mijn website gezet als nieuwsartikeltje. En ik krijg iedere dag zo'n beetje 50 mensen al jaren op dat ene artikel, die dus willen weten hoe ze hun LinkedIn-connectie verwijderen. Dus vaak is het, kijk eens of je een mailtje wat je naar een klant stuurt, of je dat misschien gewoon niet in een aangepaste vorm op je website kan zetten. Dan krijg je een soort vraagbank. En daarmee komen dus mensen uit jouw doelgroep die een probleem hebben op jouw site. En die denken, hé, dat bedrijf weet kennelijk de oplossing. Oh, ik ga ze eens even bellen, want ik heb nog meer problemen. Dus dat kan een hele makkelijke truc zijn om meer bezoekers naar je site te trekken. Dus we zijn het erover eens dat als je
of tenminste dat is mijn standpunt, als je dus meer blogs gaat schrijven, krijg je ook meer bezoekers naar je website. En dan krijg je dus ook meer, heb je meer kans op een lead. En wat ik afgelopen weekend heb geïnstalleerd op mijn site, dat is een chatfunctionaliteit. Heeft er iemand een chatfunctionaliteit op zijn site? Ja, ik was ook een beetje sceptisch van, nou, moet ik dat wel gaan doen? Maar ik heb het gedaan en ik heb mijn eerste opdracht er al door binnen. Ik heb 2 trainingen erdoor verkocht. En het leuke eraan is, en daarom heb ik hem er ook ingezet, als je dus bezoekers naar je site krijgt, dan zijn die, ja, denken, oh, wat een leuk artikeltje. Maar we kopen niet gelijk iets. En we laten ook niet gelijk ons e-mailadres achter. Maar krijg je een pop-upje met, hey, ik zie dat je op de pagina Twitter training zit. Heb je vragen over Twitter? Of waarmee kan ik je helpen? Dat soort kleine dingen. Ik was ook een beetje sceptisch, maar het is echt superleuk de afgelopen dagen welke gesprekken ik heb gehad met mensen. En ik heb heel veel tools geprobeerd, maar hier zie je bijvoorbeeld, ik zie dat er 4 mensen nu actief op mijn site zijn. Ze zijn deze pagina's aan het bekijken, sommigen zijn niet actief en hier is een chat gaande. Echt een superleuke iets en het is nog helemaal gratis ook. Dus deze, het heet twok.co. Beetje een rare site, maar het is als je een WordPress website hebt, kun je deze gewoon gratis installeren, ook op meerdere websites. En dan komen al die dingen in 1 dashboard binnen en dan kun je dus gemakkelijk chatten. Hoe doe je dat dan als je een training krijgt? Ja, nu staat hij op offline. Ja, ja. Dus als ik hem offline zet, dan verdwijnt die chatfunctionaliteit ook van de site. Ja, dus dat heb ik ook over na zitten denken, want je zit niet de hele dag achter je computer. Nee, dus je kan hem gewoon uitzetten en dan verdwijnt hij ook van de hele site. Of je kan zeggen van, nou, we zijn offline, laat een bericht achter. Die functionaliteit heb je ook, maar dat vind ik een beetje onpersoonlijk, dus dan haal ik hem maar helemaal weg. Maar dit is iets dat ik denk, nou, als je dan bezoekers krijgt en dan proberen om te zetten naar een lead, dan is dit wel een trucje wat ik nu denk, nou, bij mij heeft het al effect gehad, dus ik blijf het even doorgaan. Dus dat was een chatfunctionaliteit.